Welkom bij Indoor Brabant, dag nummer 2. Onze manege heeft een nieuw wagentje, kijk dan. Hoe gaaf. Hele chique deuren. Hier ook kunnen ze van alles kwijt. En dan hier. Kijk dan joh. Een entreeplank. Tap, 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 tap. En dan hebben ze echt twee aparte ruimtes. Helemaal. Dus dat is wel spannend. En gaaf. We zijn hier in de ochtend Verona nu aan het inladen. En jij is al ingeladen in de andere trailer. Nu gaat Verona erin, dan staat Bella hierachter. Kom maar, vrouw, roeren. Mooi huis, hè? Ja, dat vind ik nou ook. Kan de volgende? Even kijken hoe het werkt. Brave pony, goed gedaan. Zo, nu we zijn aangekomen bij de Brabanthallen. De meisjes zijn gelijk aan de slag gegaan. En dan gaan we eventjes bij de anderen kijken waar die geparkeerd zijn. Oh, daar komen ze al aan. Eens even kijken waar de andere pony staat. En ja, die staat hier geparkeerd. Met Rick in de auto nog, denk ik. Ja, daar staat Henja. Goedemorgen. Oh, en daar is Rick. Morgen! Morgen! Zo, wat heb jij mooi geparkeerd, Rick? Ja, mooi strak, hè? Mooi strak. Niks meer aan doen. Nou, kijk eens, de paard en de pony worden weer netjes verzorgd. Lekker worteltje erbij. Ik dacht, dat wordt mis van de ponies. Inmiddels zijn we bij Indoor Brabant, hebben we stallen en kunnen we dus aan de slag. Straks om 1 uur is de grote persrelease van CoSocial Talents. Dus iedereen die op Indoor Brabant is, kom even naar het Bavariaplein. Want daar gaat Ankie van Gunsen samen met Fenna van Hoefwijzen en Floor van CoSocial de lancering doen. Wij gaan om 11:45 richting de ring en dat is de paddockring. Dus ben je hier, kom dan even naar de paddockring. En met een beetje mazzel kan je dan even meedansen met ik en mijn pony en meedoen met de race. De volgende video komt ook weer online. Ik weet zeker dat we ook nog live gaan vandaag. Volgens mij om 1 uur. Want als je niet bij Indoor Brabant bent, kan je wel persrelease meemaken. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei!